verschillende periodes. Ik heb soms een hele kleurige periode. Dat hangt niet zozeer van de bui af, maar meer van in welke fase van mijn leven ik zit. Maar ik wissel ook af. Kleur, wit. En dit was de witte periode. Ik heb een verslavingsverleden, maar ze noemen me nog dat ik alcoholist ben, maar een niet drinkende alcoholist. Ik sta al 1,5 jaar droog. Dat is een meisje achter een raam, die kijkt de wereld in. En hier zie je de rok en de laarsjes. Ze staat achter de deur en ze kijkt de wereld in. Mijn moeder is in december dit jaar overleden. Ik was in Zeeland, ik was niet op haar crematie. Maar ik weet wel dat ze deze schilderij mooi vond. En ze is om me heen. Ze is om me heen. In principe mag alleen ik hier komen. En soms nodig ik mensen uit, maar in principe is dit mijn domein. Ik weet echt nooit, ik denk nooit van ik ga nu een Parijs meisje schilderen. Ik ga schilderen en dan ontstaat daar een Parijs meisje. Kijk, een verslaving, dat heb ik ook op de opening van mijn expositie gezegd. Een verslaving is eigenlijk, dan denk je dat je een middel hebt gevonden om je droom te verwezenlijken. Er is een boek, De Verslaving Voorbij, dat gaat erover. Dat het eigenlijk niet negatief is, een verslaving, maar positief. Alleen je gebruikt middelen, drugs of drank, die gebruik je. Maar je denkt dat dat het juiste middel is om je dromen en je zijn op aarde te verwezenlijken. Maar dat werkt dus niet. Dus je wordt eigenlijk, je gebruikt de verkeerde middelen om tot iets te komen. Dus dan moet je helemaal weer gaan kijken, een andere manier vinden om je droom te verwezenlijken. Zo was ik, zo ben ik, zo was ik. En zo, ik zeg maar, ik keek naar de Paulina die ik graag wilde zijn, worden. En het heet That's Me. Uiteindelijk was het nu zover dat ik kon exposeren, dat ik wilde exposeren, dat ik er klaar voor was. En toen heb ik aan Ankie gevraagd, god, nou, we komen ze halen. Dus dat was heel bijzonder. Na heel veel jaren kwamen al mijn schilderijen bij elkaar. Mijn vader had bewaard, mijn broer heeft bewaard. Er kwam alles bij elkaar en heb ik een expositie kunnen maken. En dit beeldje was bij Anna. Anna woont in Haarlem, Anna en Jan. Anna heeft een bed and breakfast, is mijn dierbare vriendin. Ben ik ook vaak bij geweest als het dan niet zo goed met me ging. En Anna die heeft het beeldje voor mij bewaard en we hadden afgesproken, het beeldje krijg je terug als het goed met jou gaat, Paulina. Dus nu gaat het goed met mij. Dus Anna heeft het beeldje naar mij toegebracht in Amstelveen. Ik leef per dag. Soms moet je een week van tevoren plannen. Soms moet je. Maar ik leef eigenlijk per dag. Ik denk niet meer zo van de toekomst. Ik leef gewoon per dag. En ik heb vertrouwen in de dag van morgen. Vertrouwen is een heel belangrijk woord. Als je vertrouwen hebt in jezelf. Als je weer van jezelf houdt, dan krijg je vertrouwen en dan kan je heel goed gewoon per dag leven, want dan zie je wel wat er morgen komt. Het is positief, dus je hoeft niet bang te zijn. Ik heb mijn angsten overwonnen. Ik ga nu zonder angsten door het leven.